Wiets, goedemorgen. Harry, goedemorgen. Baron Charcot, dat is jouw huismerk, hè? Heb je zelf geblend? Ja, daar ben ik best ook heel trots op. Dat project zijn we een paar jaar geleden begonnen. Baron Charcot in Frankrijk, in Zuid-Frankrijk, in de Languedoc. En samen met Nicolas Chabil hebben we, zeg maar, Baron Charcot. Ja, dat is de wijnmaker. Daar had ik iets korter haar, zie ik. Hebben we het project opgestart. En wat doen we? We kopen fruit bij kleine producenten en dat blenden we zelf. En een van de... Wat is nou blenden? Ja, blenden is zeg maar het samenstellen van het sap. Hè. We kopen druiven van verschillende bloks en dat blenden we om zeg maar de optimale smaak te maken. Dit is de Chardonnay, de proevenmaat. Dit is de Baron Charcot Reserve Chardonnay. Mooi goudgeel van kleur, heel zacht romig en geur als wel in smaak. En dit heeft een beetje hout. Niet op heel grote vaten, maar we doen ook een beetje in die stalen tanks. Ja, lekker. Nou, dat vind ik fijn om te horen, Harry. En wat... Voor mij is het een beetje frisser. Ja, heel mooi fris, maar ook ondertussen heel zacht en heel rijp mondvullend. Hè. Je hele mond, we noemen altijd een beetje een filmende wijn, zo'n Chardonnay Reserve. Het mooie volle mondgevoel. Dit kost normaal €8,95. Die kun je niet bij Dirk krijgen? Nee, Dirk kan het wel bij mij krijgen. Ja, ja. Laat het maar bellen. Nee, dit is echt mijn eigen. Mensen kunnen dat op, bij Jos Beers kunnen ze dat halen. En het leuke is, Baron Charcot is zo'n groot succes geworden. Ik heb daar een mooi proefpakket van gemaakt. Dat mensen zeggen, van, nou, we kennen die Chardonnay. Die kun ik voor €6,95 kopen. Maar dat proefpakket ga ik heel eventjes van links naar rechts hebben. De Viognier, de Chardonnay, dan de Reserve Chardonnay, dan de Reserve Merlot Cabernet Sauvignon, de Merlot en de Cabernet Sauvignon. Dan kun je dat eens proeven. Dat kost slechts €45 per pakket met een boekie. En dan kun je dat wijnhuis en zeg maar een beetje de stijl wat ik lekker vind. Ja, dan ben ik vind het ook lekker. Nou, dat vind ik echt fijn om te horen. Maar dan kunnen mensen eens proeven wat ik zeg maar zeg van, hey, probeer dit nou eens uit Zuid-Frankrijk. €6,95, €45. En ik zou zeggen, de lente is begonnen en... Nou, dat ruik je in het glas. Je hebt er zin in, hè? Ik heb er altijd zin in, maar ik heb er nu extreem veel zin in. Ik weet niet hoe het komt, maar het zal in het voorjaar doen. U kunt het nu bestellen. Ik vind het lekker. Graag gedaan en fijne zondag, Harry. Oké, bedankt zover.